Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. We staan al even bij de Indie Nachtkluis. Ja, ja, want als het goed is zijn er allemaal spulletjes geleverd. Laten we gauw kijken. Oei, ja, 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 ja. Ja, kijk aan. Nee, dat ziet er goed uit. Luchtslang voor de compressor. Ja. Ja, we gaan niet wachten tot we de elektrische compressor aan kunnen sluiten. Dus we hebben bedacht, bestellen een extra slang. En dan kunnen we gewoon de dieselcompressor aansluiten. Dan kunnen we in ieder geval vandaag stralen. Want dan is dat straalwerk waar we nog in orde kunnen maken. En dan kunnen die onderdeeltjes ook verzinkt worden. Hè? Want daar lopen we eigenlijk steeds op vast, hè? Dat dat niet klaar is. Dus laten we gauw gaan knallen. Oh nee, stralen. Hey, black painting. Paint it black. Oh, pouwtjes. Ja, dit is leuk, hè. Dit is om ons pouwtje compleet te maken. Ik kan die eigenlijk beter hierin laten zitten, denk ik. En, hey. Goedemorgen. Hallo. Kijk, oh, kijk hier. Hey. Kijk hier. Hey, die balwering. Ja, de lagers, die hadden we nodig, hè. Kijk. Die zijn voor de tandwielkast van de handslinger en de aandrijving van de koepelring. Mooi. Die daar. Hey. Koppelingen. Koeploens. Dat is voor bij de slang, die hebben we hier dadelijk al nodig. Vloopzakje. Ja, we hebben het helemaal bedacht. Hè. We gaan dadelijk onze vochtafscheider, die gaan we daarbij aanhangen. En dan met wat slangen en wat fitwerk en zo, dan kunnen we het helemaal fatsoenlijk aansluiten. Dus die aan elkaar gelaste koppelingen die we er om even te testen tussen hadden geknutseld, die hebben we er al uitgehaald. En nou gaan we het gewoon echt netjes aansluiten. Kijk, hier dan. Hoppa. Grote slangpilaren. Ja, ja. Nee, ik denk dat ook beter. De boutjes heb ik sowieso niet voorzien van etiketten. Heb jij een mes hier? Ja. Kijk eens aan. Hoppatee. Ja, het is mooi. Zo krijgen we ons boutenrek helemaal compleet, hè? Eentjes M5. Hé, hey, maar dit klopt hier niet. Kijk hier, dit bedoel ik. Hier gaat het al fout, hè? Wat? Hier moet de M5, hier moet M4. Maar hier zijn allemaal andere dingen, zie je dat? Ja, maar dan doe je verhuizen die toch even. Ja, die moeten weg. Nee, die kun je toch gewoon omhoog doen? Kijk, ja, deze. Ja, dat klopt. Dus eerst even zo, hoppatee. De clipsen, kijk. Deze is M3. Wat is M3? Dit, hè? Dit rijtje. Oh. Dat krijg je aan mij. Kijk, je zegt net zelf dat je die besteld hebt, hè? Ja. Je hebt het op camera staan, hè? Wie heeft hem besteld, Erik? Wie heeft niet de M10 besteld? Wij allebei niet. Ja, dan vraag je aan mij waarom er zo weinig zijn. Ik ga er toch geen 25 bestellen, man? Daar hebben we net niks aan. Ja, nou. Ja, we 25. Kunnen ze er al gebruiken, maar ja, het is toch een beetje weinig. Ik denk dat we eerst even moeten kijken, want we hebben echt keiveel dezelfde maten. Ja, die kunnen er toch allemaal in dan? Ja, dat klopt. Maar nu heb ik hier bijvoorbeeld weer M5x25. Die hebben we volgens mij net ook al gehad. M5. Dit zijn wel hele kleine moertjes, hoor. De installatie is gereed om te gaan stralen. Kijk hier. Oh, een mooie nieuwe fancy fancy slang. En de vochtvanger. Oeh, zit die. Ja, en het is smal hier nu. Oké, ik wil nog langs. Welke kant moet je draaien? Vast draaien, gewoon zo. Zo, gewoon hem zo. Ja, zo draaien. Ik ben benieuwd.
Ja. Nou, daar valt niks tegen. Beetje. Ja hoor. Ik moet het even tot rust laten komen. Ik zie niks, joh. Er zit alleen schuim in. Oh ja, wacht, daar is het. Ik zie het wel nu. Oké, start hem maar weer dan. Ja. Ja, ik had me hier verborgen. Ik ben hier nog even 6 verstuivers rijdt aan het halen. Ja, ik ben erg benieuwd wat er met deze motor aan de hand is eigenlijk. Want deze kant stond nog wel gewoon helemaal in elkaar. Die kant was van alles losgedraaid. Van de nokkenassen en zo. Maar dit staat nog wel gewoon in elkaar. Dus het lijkt wel dat er iets met die cilinderbank mis was. Waardoor dat ze daaraan zijn gaan schroeven. En toen uiteindelijk hebben ze er toch voor gekozen om hem weer dicht te leggen en een, waarschijnlijk een andere motor te gebruiken. Want ze hebben hem niet gerepareerd ofzo. Dus waarschijnlijk is er echt aan die kant iets goed mis ofzo. Dus interessant om toch een keer de kop eraf te halen, misschien om een keer te kijken. Oké. Okay. Nou, dan zit hij een beetje vast. Nog wel. Zo. Zijn ze bestuivers? Nou is het helemaal compleet. Tenminste van één motor dan toch? Kunnen we het allemaal laten testen? Kijk, zie je daar die stukjes kruipen? Die hebben ze erin gezet om te balanceren. Oh, ja, ik kom even dichtbij, want anders hoor je het niet, hè. Ja, alle spulletjes liggen klaar voor de brandstofpomp. Ik was net al een beetje aan het opruimen hier. Maar gisteren hadden we al een begin gemaakt met het reconstrueren van die geleidebuizen van de steun voor de douchka. Dus daar wilde ik eigenlijk even allemaal verder gaan. Even kijken of we materiaal voor hebben liggen überhaupt. Dat is ook wel spannend. De grote buizen die heb ik al, die zijn hier. Neem het mee. Hier, deze zijn goed in ieder geval. Dat is ter vervanging van deze. Dan moeten we deze nog gaan maken. Een dunne buis. Kijk, ik kan er iets van zien. Er zit een stuk massief hier. En er zit daar een buis aangelast. Maar die maat buis moeten we eigenlijk nog hebben. Dus we moeten even kijken of we zoiets hebben. Het is 20. Maar dit vindt goed genoeg. Even een kleine pitstop met de straalkast.
Hij straalde niet meer zo goed. En daar komt er zijn. Daar zijn allemaal steentjes in komen te zitten. Dirk heeft er net een aantal terug losgeprikt en die zijn nou weer in de slang gevallen misschien. Ja, dat zijn, nou zitten er nog maar een paar. Je moet eigenlijk, je ziet in het midden het gatje en dan buitenom zie je die rand. En daar zaten, ja, die zat helemaal vol met van die stukjes kattengrit eigenlijk, leek het wel. Hè? Hier, ik zal je laten zien welke stenen. Er zijn al een aantal. Hier. Kijk hier dan. Hier. Daar. Oh, dit schiet niet op natuurlijk. Dat zijn gewoon van die grote brokken verf en steentjes en zo. Ja, dan zal hij het nou een stukje beter doen, denk ik. Dat is fijn. Hey, Dirk! Doet je het weer? Ja, dit is. Ahoy, doe hem open dan. Even die ringen. Nee, even die ringen. Je kunt eruit tikken. Ik dacht dat het een soort van inbus was, maar dat is het niet. Het is gewoon een opgestuikt stukje as. Mooi. Zo. Even afdraaien. Deze moet er overheen passen dadelijk. Laten we daar eerst even een bakje onder zetten. Ik ga er ook terug in. Nou, het viel op zich wel mee. Het leek erger. Mooi. Dat moet hem geweest zijn. Hier ben ik. Die bank is dat het in de stof zit. Met wat daarin zit? Ja. Nee. Als dit in je longen zit, dan... Zo, ja, dat is versleten. Ja, dat gaat snel, hè. Yeah. En weer al een onderdeel klaar. Daarop zo. Ja, bijna compleet.
Er zit wel een beetje water in je. Zo. Oké. Dan moeten we dadelijk gelijk even kijken een speciale grondverf bestellen voor de aluminium, denk ik. Ja, maar dat heb je volgens mij niet, want daar hadden we toen een tijdje terug ook al naar gekeken, dacht ik. Ja, is het zo? Ja. Weet ik niet zeker hoor. Ja, ik weet dat wel. Ja? Hadden we daar... Want toen hadden we besloten dat de gewone grondverf goed was, want die was voor metalen. Ja, maar wat hebben we daar toen mee gespoten dan? Ja, volgens mij die... Wat is van aluminium dan? Ja, de onderstel van die snowmobiel ding. Snowmobilie. Oh! We hebben... Ja, dat klopt. We hebben, dat kwam ook niet zo nauw natuurlijk. Nee, ja, dat is ook zo, maar... Ja, volgens mij, we hebben toen niet heel goed gezocht hoor. Ik denk dat dat er wel is. We moeten daar even kijken. Hey, ja. Maar het is ondertussen tijd voor de afsluiter hè. Zo laat is het alweer. Toch een boel straalwerk weer gecheft, dat is mooi. Ja. Ja. Ja, en ik heb daar het onderdeel, het bouwpakket bijna klaar liggen om de steun helemaal in elkaar te zetten. Alleen moeten we daar even hydrauliekleiding voor bestellen van 30. Want die grote buis die ik had, die past dus niet in die veer. Dat is een beetje jammer. Nou, die staat al in de winkelwagen en als het goed is, ligt die morgen in die kluis. Hè? Hey. Dus daar moet ik dan gelijk even kijken voor nog wat onderdeeltjes. Hè? Voor de schuur, zo'n tonnetje voor de rechte slijper. Dan hoeven we dat niet meer in de boormachine te doen. Dat is wel beter. Laten we gauw de comments doen. Oké, heb je dan de comments van vlog nummer 367. Bram Gijsbrechts, die zegt... De focus van de camera begint wel een beetje vervelend te worden. Deze blijft regelmatig zoeken. Ja, dat had ik ook gezien inderdaad. Ja, dat was toen we hier stonden en dan, als ik dan net voor een lamp ga staan en ik stap dan net een beetje opzij of zo, ik weet niet of dat nou ook is. Maar dan, zo gauw dat licht tevoorschijn komt, dan vindt de camera niet prettig. Dan gaat hij in één keer allemaal zoeken en zo. Dus, ja. Heeft hij dat vandaag weer gedaan of? Nou weet ik niet precies, maar ik en Bas hebben wel instellingen van de camera zitten bekijken en daar het een en ander aangepast. Ook waardoor dat hij minder snel wisselt tussen focus eigenlijk. Of tussen voorgrond en achtergrond. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Hopelijk is het dan deze vlog beter dan gisteren. Ja. Daan Kerkhoff. Een tip met goede bedoelingen. En excuses als het al eens aangehaald is. Oh, het gaat ook weer over het camerawerk. Maar bij close-ups manueel focussen. Het valt me op dat er de laatste weken veel wazige close-ups tussen zitten... waarbij de camera autofocust op de achtergrond. Of dat de camera midden in het shot de focus verlegt op iets anders. Ja. Ja, oké. Ja, nou ja, goed, de instellingen zijn gewijzigd. Ja, we zijn er zeker mee bezig. Ja, ja. We zijn er zeker mee bezig. En het is ook niet alleen maar de camera die het doet, ik zelf... Zit jij de boel te saboteren? Is nee, dat eigenlijk niet wat saboteren. Je nu vertelt? Ik heb er gewoon nog af en toe een beetje moeite mee. Ja, het is ook een stagiaire. Hij is hier om te leren natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te maken voor de kijkers natuurlijk. Ik zie altijd wel mooie fancy-pansy shots voorbij komen. Dus volgens mij gaat het heel goed, denk ik. Weet je wat, ik denk dat we moeten doen om te beginnen die stomme lampen van de muur afhalen. Dat is toch ook belachelijk? Wie hangt er nou een lamp zo recht op aan de muur? Ja, als je daar naartoe filmt, dan film je recht in het licht. Dat kan natuurlijk nooit goed zijn, lijkt me. Ja, die kunnen we sowieso, want er is eigenlijk ook maar één, hè? Het is alleen maar deze eigenlijk. Maar je hangt wel waar je altijd filmt. Ja. Ja, die kunnen we zo loskoppelen. Dat is sowieso niet nodig. Ja. Volgens mij geeft hij ook niet zoveel licht vergeleken bij wat hij nog meer hangt. Nee. Ik heb sowieso de indruk dat deze lampen minder licht zijn gaan geven ook, hoor. Die LED-balken ook. Ik dacht dat het eerder beter was, het licht, maar misschien... Misschien was het heel slecht en toen hebben we deze opgehangen en toen vonden we het heel goed. En zijn we er nou een beetje aan gewend. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet het niet. Het zou wel betere verlichting mogen misschien, maar ja. Oké. Roel van den Berg. Dat blauwe vet is van smurven met obesitas gerooid. Oh ja, dat is het blauwe vet dat ik had gesmolten en het vilt in had geweekt. Ja. Oké, nou mooi. Oh ja, ik zie nog een vierde reactie. Is al interessant om even aan te halen. Leon de Krouwel, die zegt... Hey Emiel, hoe kijk jij aan tegen de nieuwe regelgeving omtrent het verdienmodel van vloggers? Moeten de vlaggen nu weg?
Moet de kleding veranderd? Mag water displacement 40 formula nog wel worden gebruikt? Nou ja, dus dat. Interessant natuurlijk. Ik heb van een heleboel mensen gisteren de tip doorgestuurd gekregen natuurlijk. Want ja, dat was wel even nieuws. Ja, dat er in één keer het verdienmodel van de YouTubers om zeep was. Maar dat is niet helemaal waar. De kranten willen natuurlijk graag dat de berichten gelezen worden. Dus gooi je meteen van die dramatische titels eruit allemaal. Het kwam er eigenlijk vooral op neer dat je in ieder geval wel moet vertellen als je reclame maakt of zo voor iets. Maar gewoon product placement, als het in de eerlijke zin is, zeg maar, dat je gewoon normaal materiaal gebruikt zoals je het normaal ook hoort te gebruiken. Dus dat wil niet zeggen dat je 10 keer per dag een bepaald chipsmerk moet gaan eten of zoiets in beeld en zeggen dat het heel lekker is, want dan is het een beetje, klopt het niet helemaal meer. Maar als je gewoon materiaal gebruikt zoals je ze normaal ook zou gebruiken, dan is er eigenlijk niks aan de hand. En als je echt reclame maakt voor in de zin van een campagne, ja, dan moet je het wel vermelden. Dat is een beetje zoals ik het nu gezien heb. En ja, dan zou het niet heel veel voor ons veranderen eigenlijk. Dus ja, ik denk dat ze een beetje gelijk willen trekken met tv en zo en andere media. Dat zou ook niet gek zijn natuurlijk, hè. Die regels zijn ook niet voor niks ooit bedacht. Dus ja, dat is logisch dat YouTube dan ook mee moet. Ja, oké. Ja, ik wil nog heel even zeggen tegen de comments, de kijkers, dat het altijd wel fijn is om feedback te ontvangen in de comments. Ja, nou bedankt voor de feedback dan, wat betreft camerawerk. Dus, ja, blijf dat vooral ook doen. Ja, nou, dus ik zou zeggen, heb je een opmerking over het camerawerk, dan zet ze er even onder natuurlijk, hè. Maar hou het wel netjes. Ja, of over het andere werk. Ik bedoel, ander werk mag je ook gewoon feedback over geven. Oh ja, dat mag. Ik vind het ook gewoon altijd fijn om feedback te krijgen, maar ik luister er gewoon niet naar. Nee, dat scheelt alweer. Nee, wat grapje. Oké, dan is het tijd voor de English Summary. This morning... Ja... We started with unboxing all kind of stuff we got from Indie. A lot of bolts and nuts and rings and washers. And we put them in our warehouse. Dat is geen warehouse. In our storage bins. Ah, yes. And well, and of course we had some... tubes for the pressure hoses, so we could install the pressure line from the compressor outside to the blaster, to the grid blaster, because of course we needed to blast several parts, and Dirk started working with that. Well, they did a great job, I guess. It's almost finished. Yeah, there's some parts over there, but okay. We had some issues with the an obstruction in the pistol. There was the outer ring inside the pistol. There were particles which could not fit through the gap, and therefore it didn't work properly anymore. We cleaned it out and then it worked fine after that, hè, toch? Ja. Was goed daarna, hè? Na 3 keer, ik heb nog wel een pakje schoongemaakt. Ja, yeah. Oh, you needed to clean it several times more. Yeah, it looks like there's some parts of paint, because it is painted with a brush, of course, very thick. So it can be pieces of paint, something like that. So that obstructed the pistol. Okay. I was working on the support for the Dushka, the machine gun, and I was reproducing some parts of the spring mechanism. Not much interesting to tell about that. Only one thing was the big diameter tubes are not the correct size. They're a little bit too big, and therefore they won't fit in the springs. So I placed a piece of hydraulic tubing in the shopping cart to order. Yeah, 30 millimeters. So that would be exact the correct size. Yeah. En dan was het, denk ik. Hè? Yeah. Ik kijk even, I'm looking to Dirk.
because he always has something to add to this story, but not really. Huh? No, you're looking at me because you like me. Yeah, you do good job, but that's not like you, like love you, okay? To have that clear, eh? And don't look to me like that all the time. You just have to focus on your work, okay? And we forget to test this. We have to do that still. That was the cliffhanger of yesterday. Everybody has been waiting for this, because we were thinking it might be some kind of siren, but I still think it's just something like a fume extractor or something. But it's strange that it has this bypass connection. Okay. Well, that's about it. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.